Goedenavond, volgers Newara, Wisranang. Vandaag een beetje over tijd. Maar u weet zelf, als wij... Ik heb een comment gemaakt, Isabi. Ik moet kijken hoe ik elke zondag live kan zijn. Om jullie wat informatie te geven. Soms kan het niet, het lukt helemaal niet. Ik kom soms laat. Maar vandaag is het toch een beetje geluk na onze politieke partij Wisranang opnames hebben gemaakt. En dat gaan we zo meteen later uploaden. Ik wil iedereen die jarig is vandaag, want het wordt me vaak herinnerd, alvast een lekkere, leuke, gezonde verjaardag toe te wensen. Ook de mensen die mij share, wil ik zeggen... Hartelijk dank voor het sharen. En voor de andere mensen die wat negatieve dingen schrijven. Ik zou zeggen, blijf volgen. En wanneer de waarheid daar komt, schrijf een keertje de waarheid. Een aantal zaken. Er gebeuren een aantal zaken. En ik heb een aantal dingen gepost. Maar laat mij teruggaan. Want ik heb zoveel apps gehad, zoveel telefoontjes, ook niet in leuke taal.
Andere appen me, ja. Waarom heb ik alleen maar VHP'ers gezet van Sabaku project? Waarom heb je alleen maar die mensen gezet? Ik heb gezegd, dat is een volgzame potie. Ik zou zeggen, de mensen die pas komen volgen of de mensen die marcheren. En als jullie comments geven, ga naar een aantal documenten van me. Want we weten al ondertussen dat heel veel mensen niet lezen. Ik heb het ook vaker gezegd. Ik ben niet op sensatie. Ik droom niet. Of ik breng fake news. Of de waarheid. En vaak heb ik fake news gebracht. En wishy fasane waka. Sabaku project. Ik heb een link gehad van 90 seconden. Heb ik vernomen. Ging over Sabaku project. Er is een onderzoek van, ik wist nooit ook hoor, dat er een fonds bestaat. Dat er ook een fonds bestaat waar je dus eigenlijk journalisten, maar toevallig ben ik geen journalist. Maar als iemand me kan wijsmaken, want onderzoek kost geld. En de mensen die Sabaku project hebben onderzocht. Ja, want ik wil het niet claimen. Maar ik ben de eerste persoon die ermee is gekomen. Met het Sabaku-project voor velen die dat weten. Maar het gaat niet over het Sabaku-project eigenlijk. Het gaat om personen. Het gaat om hypocrieten. Het gaat om mensen. Dus de matak de man na jeje. Mensen die zeggen. Politiek, zeggen dat ze politiek doen voor mensen, dat ze 4, 5, 6 en 8 percelen nemen. Maar dat is nog niet zo erg, zou je willen zeggen. Losvoedening, dus mij met NV, naar stichtingen, voet ik morgen. En het is bij de VHP'ers. Het is ook bij de ABOP'ers. Ik ga niet over ABOP als politiek partij. Zijn ABOP'ers, VHP'ers, ook een aantal. Ook een aantal van een aantal politiek partijen die zogenaamd doen. Die zogenaamd doen. Dat ze tegen de coalitie zijn. En jullie moeten goed luisteren wat ik ga zeggen. Want ze kunnen hun mond niet open doen in de DNA. Want het is één corrupte massa. Het is één corrupte bende. En wanneer ik praat. Over clans. Wanneer ik praat. Over die chaprahas. Wanneer ik praat. Over die chamars. En die lelekus. En die sapakaras. En die lagadisas. Dan zijn dit de aboppers. De hafibeers. De partijloers. Die in politieke partij gaan. Wat de boren kwam niet toe. Koffierfiri. Maar mijn sabding. Van allemaal maak ik een lijst. Daarom vinden jullie Wistrana niet leuk. Maar goed. En dan zie je ze allemaal. Want het is nog niet. Kort de verkiezing toch. Is die korte verkiezing toch? Want we vergeten toch? Ja toch? We vergeten. We zijn Babylon vergeten. We zijn SLM kwestie vergeten. Ja toch? We zijn vergeten. Of zijn we niet vergeten? Hoe tijd je mee? Hoe tijd je mee? Het is triest wat er gebeurt. En stuk voor stuk
alle ministeries. En het is gewoon een normale zaak. De laatste 3, 5, 6 jaren. Is een normale. Ik is dat normaal. Wanneer ze 's morgens opstaan. Hoeveel grond gaan we nemen? Hoeveel vergunningen we gaan we nemen? Hoeveel tractoren we gaan nemen? Hoeveel poklijn we naar binnenland gaan sturen? Welke auto's we gaan kapot verklaren? Welke voertuigen gaan we dadelijk afschrijven en kopen voor 1000 gulden? Daarmee zijn ze bezig. En de mensen die met fake ID en mij bellen en uitschelden, daarover moet je gaan kijken. Nou, bel Cosmi. De sociale team kan lukken in die partij. Die corruptie. Hij is zodanig. Tak schreef hij. De mij teken godsdienst. De mij maken ook toen misbruik ving. We hebben toch laatst ook gehoord. En een paar maanden of weken ook gehoord. Ook van iemand van Pertjalo hoor. Die een ministerie wil maken van godsdienst. Niet kon diezelfde grappenmaker, die meneer Sabi Lulu Sabi Sabi, doctoraal ingenieur Sabi zo, zegt nee, we moeten halal politiek gaan doen. Je hebt goed geluisterd, hè? Jullie weten wie toch kan ook kapot in de commons. Die man weet niet eens, volgens mijn mening, wat het woord halal betekent. We gaan halal politiek doen. Dan heb je een of ander idioot die dat ondersteunt en zegt, ja, die meneer zegt, is waar hoor. 6 partijen Luhur bestaat. Zijn jullie zo'n grote corrupte partij? De personen in jullie partij, Partijlu Hoor, die eerlijk zijn, slepen jullie mee. Jullie maken misbruik van ze. Hé, mensen van Partijlu Hoor. Dit soort leiders of voortgangers die zich noemen van Partijlu Hoor en hoe die naar partij. Futaki, ik ben van de partij Luhur. Ik zou zeggen van, ik ben Luhur Pachaya. Dat een minister is zeg, ministerie van godsdienst. Cabeza. Señor, usted tem uma cabeça de camarão. Eu não sei que você parece um burro. Mas você parece um burro. Só um brasileiro frito a maserra. E nu, como é político, wil je mensen wijs maken dat we halal, we moeten eerlijk zijn. Partijlu Hoor heeft hoeveel jaren kansen gehad. Je zit bij een combinatie met ABOP. Je weet niet eens dat Partijlu Hoor ABOP heeft kapot gemaakt. Dat is de waarheid. Jullie zijn vergeten dat jullie NPS precies zo kapot hebben gemaakt. Ook met grondkwestie. Nu is, we leerden hem af ABOP ook toe. En dan gaat die ABOP-voorzitter ook. Ja, we moeten naar halal. Hij weet niet eens wat halal betekent. Vice-president. Weet je wat halal betekent, vice-president?
Vice-president moest gua Abu Dhabi, of kadam gua Iran, of Dubai. Anjo 2024, praat je over halal politiek. Meester, if you be da Sudan, if you be da Wankondre, ik gebruik halal politiek. En achter dit soort mensen lopen een aantal van jullie. En ik vraag en ik smeek jullie. Als jullie achter dit soort figuren lopen, die zeggen dat ze jullie moeten leiden met halal politiek. Die geen chocolade Mars heeft gegeten van halal. En jammer voor de Mohammedaanse broeders en zusters die zich doodschamen wat deze minister niet weet. Dat u politieke macht wil gebruiken. Ja toch? U wil politieke gebruiken om uw doelen te bereiken. Uw familiedoelen. Uw persoonlijke doelen. Dat willen jullie bereiken. Dus meneer, halal. Inshallah. Halal. Ik wil leren wat woord van mijn zoon Mohammedan. Dus ik zie mijn boy een biggie om het lees van die. Accepteren. Maar mijn leren. Dat boy actie met dat pa. Is niet maar goed geweest waar je over heeft. En ik heb gestudeerd de kinderen hoor. Minister. Niet van de below school. Of een paar dingen. Ja toch. Dan wil jij jouw achterbaan en al die spirituele mensen zo naar een moment brengen. Zeg, ah, ja, is goed hoor. We gaan halal politiek. Maar chocolade ellende verhaal. Jullie zitten allemaal daar om voor je eigen ding te doen. Begin de mensen te vertellen hoeveel percelen. Begin aan je mensen te vertellen hoeveel halal percelen jouw politieke partij heeft genomen van de staat. Kom met jouw politieke gezicht zeggen hoeveel percelen van onderwijs je hebt genomen. Begin met je halal gezicht te vertellen hoeveel onderwijsgebouwen jullie hebben gestolen. Gestolen, genomen. Dat moet je aan je mensen en die echte voorgangers die niet haram doen. Ze zijn niet haram bezig. Ik groei toch ook met Mohammedanen. Ik zit toch ook in mijn buurt. Denk je dat familie Kalan haram bezig is? Denk je dat familie Subhan haram bezig is? Dan kom jij met halal politiek. De familie Bechan. De familie Ayub. Ze doen halal politiek. Jullie moeten ophouden om mensen, om personen voor de gek te houden. En als we over voor de gek houden, we gaan dadelijk wat een film opgelopen. Over ook zo'n clown in het DNA. Ook zo'n fractievoorzitter. Dadelijk wordt die video gescheerd.
Ook zo'n clown. Ik ga het erover hebben. Want Wisseranang, politieke partij, bestaat niet alleen uit Nankusing. Ik heb al beloofd, ik maak ze los. Ik doe dat aan niet. Ik doe dat aan niet. Volg en like ook de page van Wisseranang. Mensen, liken jullie dan. En deze grappenmaker gaat naar een medium. Ik zou het nooit willen zeggen. Maar laat gemeenschap direct weten. En u weet hoe ik het over ga hebben dadelijk. Want ze brengen allemaal naar de rechter. En ze betalen ook de media. Hey, om interview naar Kusingera. Hey, om takanga naar Kusingera. Hey, jere om ik jou amoniera. Hey, jou journalist konja. In een interview aan mij. Want aan mij keren. Don't worry. Die journalisten die. Ik ben niet persgeil. Laat ook weten. Laat jullie ook weten. I know it. Ik hoor de geluiden. Zo wil ik geen discussie met me. Mensen. They don't want discussie lang aan mij. En is een fractievoorzitter. Ik ga het zeggen. Jullie moeten deze fractievoorzitter. En de DNA-leden. Want er was iemand van BEP ook daar. Er waren ook een aantal NDP'ers daar. En ik zal het noemen, eerste vergadering, Domburg. Sarana Mam, Sarana Oma, Mitaigukba, Ifon Mam, Milop Code of Ethics. Mitte mimek wa aspraak naar een politieke partij, maar if you denk je, dat je een brokken wisser naar een politieke partij, en je wilt dat chocolade mars, dan mag iedereen daar die zich geweldig voelt, heb ik niets meer mee te maken. Eerste vergadering. Domburg. Hebben wij gevraagd van wie is er een politieke partij? Waarom wachten jullie? Waarom wachten jullie als de grootste oppositiepartij? En als ik jok, laat ze dat ook zeggen als ze een grote mond hebben. Want de voorzitter was erbij van die partij. Wij van Wisseranang hebben gevraagd. Maak een wet. Tegen de president. Tegen de vice-president. En dadelijk wordt u uitleg gegeven. En ik ga u één ding ook zeggen. Fractievoorzitter. Milagito. En Usabi. Een heel vergadering. Mi film uno. Mi tape uno. Dus ik op een mofo. Dat Sanan Kusin en Taki. Is niet waar. Dat je wat op een bepaalde medium. Dat je kon leggen uit over kiesregeling. Fractievoorzitter. Van de grootste oppositiepartij. Wij van Wisseranang. Wij met ons. En Surinamers. Die meegeholpen hebben. Aan die kiesregeling. En het want toen ik jumpo Sani. Ja toch? Want je bent niet op een aantal vergaderingen gekomen, fractievoorzitter. Wij. En wat doe jij? Je gaat naar de coalitie. En je haalt een aantal dingen weg. Niet ten voordele van Wisrana Natie.
niet ten voordele van onze Zwitserse man en zijn oma. Dan kom je lullen op een medium. Beter zet de partij jou niet op een lijst hoor. Beter zetten ze je niet op een lijst. Als je politiek wil doen, doe politiek. Maar dan begin aan wisselen. Fractievoorzitter, ter info, Leonsberg. En die ondervoorzitter was daar. Vraag hem. En uw voorzitter heeft het beaamd naar consultants van een aantal personen. Meneer Ajodia is er niet meer, maar meneer Schulweidenbos is er nog. En Wisseranang heeft een presentatie gehouden. Ik ga je mooie vertellen. Mevrouw Silos is er nog. Ga uw voorzitter, ga mevrouw Silos vragen wat uw voorzitter heeft gezegd, wat wij hebben aangeboden aan die kiesregeling. Dat moet je die natie vertellen. Kom niet met lulverhalen. Kom met de waarheid. Want je bent ook met een lulverhaal gekomen. Om de president af te zetten. Lulverhaal. Clown. Je had de hele bevolking voor de gek. Paar klote media zetten. Breaking news, breaking news. Geen moer. Ga artikel 39 lezen. Maar je bent nog steeds bezig. Om onze Wisseranang, onze Surinamers, onze diehard Surinamers, die iets willen betekenen, zit jij gewoon als clown te zien. Je ziet echt Surinamers, je denkt dat ze niet geschoold zijn? Je denkt dat je mensen nog steeds kan manipuleren? Ik kijk naar jullie allemaal. Ik zie dat een aantal DNA uitleren. Tenminste, iedereen is aan. Daarom wanneer ik ga uitkomen, dan gaan jullie boos worden. Om dit voorzichtig te gaan meer. En dan zomaar met bromi sigara. Het moet een keertje ophouden. Kijk hoeveel jaren lang je het Surinaams volk zit te draaien. Dat je niet pak ik bij je troonpresident. Terwijl je niet pak ik bij je troonminister. Maar wanneer ik met politieke partij praat. En zeg van wat denkt u. Dat we ministers geen volgauto meer gaan geven. Wat denkt u. Dat ministers met hun eigen vervoer nu moeten komen. Wat denkt u? Wat is het profiel van een minister? Laten we dat bespreken. Niemand. Geen enkel politiek partij wil met Wisseranang leden praten daarover. Hebt u één politieke partij gehoord? Noem jullie even maar op. Hebben jullie één politieke partij gehoord? Dat men zegt van luister Akaba. Met hun mondje. Ze gaan jullie wel komen beloven. Ze gaan jullie wel van de gek houden. Met al hun vision. En toen gaan nee. En die vorige rij heeft zoveel rammer gemaakt. Het heeft ons 4 jaren. Ook zo'n gelul verhaal. Dus morgen. En van natuurtuning. Dan wist er een akkoord. Dan deed een coalitie. Dan moet ik ja. En die vorige regering, wij komen met oplossingen, unwaaieren. Wanneer je met politieke partijen praat, met personen en politieke partijen. Laat me even, ik moet tegen wat toestaan.
me ku sabi fa de denki. Hoe gaan we die corruptie aanpakken? Kijk hier. Ik heb 96 corruptiegevallen. Aantal worden nog onderzocht. Nationaal, internationaal. Weet je wat ze allemaal zeggen? Maar ja, het is onze vriend. Jongen, dat is een neef of mij. Maar dit is opsluiten. Mensen, op dat soort politieke partijen wil je gaan stemmen? Want ik zie ook één. Mevrouw Roze Baret. Ik kom ook bij haar. Was ook ambassadeur in Indonesië, toch? Ik kom ook bij haar. Want we weten van wie ze werden. Ineens, ja, we moeten kijken, NDP en NDP. En ik ben blij dat Maku ook al begint. Al die chamas en die chaprahas die bij de NDP zijn. Die van partij ingaan, die van partij uitgaan. Dus ik ondersteun Maku hierin. Ik was samen met Maku daar. Maar die ondersteuning heb ik 2011 niet gehad. Want iedereen dacht aan zijn eigen pot. Dan weten jullie dat, mensen. Ik heb niet zomaar bedankt bij de NDP. En ik ben weggegaan. Dan weten jullie dat. Ik zag die corruptie. En wanneer ik met ze sprak, zei, ja, we moeten eten. We moeten anders gaan. We gaan die verkiezen. We moeten eten. We moeten dit. En we moeten dat. Anderen hebben gegeten. Anderen zijn dood gegaan. En ze eten in de hemel. Anderen zijn dood gegaan. En ze eten in de hemel. En toch wordt men niet wijs. Toch de einde op. Dan kom je vertellen hoe jij... Je hebt geen moer gedaan aan die kiesregeling. Geef van jullie. Ik dag jullie uit. Kom. Ik dag jullie uit. Jullie hebben gewoon copy-paste. Fractievoorzitter. Je moet met weten wie je begint hoor. Je moet weten met wie je begint. Je moet niet vergeten. Vergeet niet hoor. Vergeet niet. Dat wanneer ik met jullie praat. Van hoe ga je dat oplossen. Hoe ga je dit oplossen. Ja, maar zijn ook politiek mensen toch. Mensen. Eén ding moeten jullie wel weten. Terwijl we stem die slensie. En wat te gaan doen. Hoe nou stemt op wie zijn naam. Maar als je stemt op sma. Zou we gaan door naar corruptie? Zou we gaan naar family and friends? Hatje. Ga jullie stemmen. Maar jullie moeten wel op mensen en politieke partij stemmen. Want je hebt ze. Je hebt ze in de NDP. Je hebt ze in de VAP. Je hebt ze in de ABAP. Partijloer heb je. Maar die krijgen geen kans. Want dit soort chamars. Die zitten te schreeuwen in de DNA. Zij willen weer op de lijst. Ze geven jongeren niet de kans. Ze geven personen die uit het bak zijn niet de kans. Wel bij mij gaan ze wel die kans krijgen. Daarom, ik roep jullie op. Maak contact. Kom met je CV. En hoe dit DC zet in mijn potty. Wil je DC worden? Districtscommissaris. Maak contact met Wisranang. En we gaan je trainen. En je mag VAP'er zijn. We doen het in rustig en geheim. En we weten precies wie informatie komt halen. Voor welke partij. Want we screenen je ook. We volgen je ook. Maar maak contact. We zijn allemaal Surinamers. Dat is Wisranang. Niets anders. Ja toch. Vereniging dit. Huis van dit. PL dit. NPS dit. Alleen maar voor de gekkenhoerij. Kijk naar de NPS. En ik praat met heel veel NPS'ers. En ik ga het netjes doen.
voorzitter NPS. Als uw partij 3, 4 of 5 zetels wil hebben, en mensen, hoe erg is dat met dat? NPS. De voorzitter begint morgen te bedanken. Bedankt als voorzitter. Want die geluiden en mensen die maar dingen verzeggen. Ze willen jou niet als voorzitter. Ze willen jou weg daar hebben. Jij boycott jongeren. Jij werkt mensen die geschoold zijn en NPS op bepaalde hoogte willen brengen. Zit je te boycotten? Want je wil in alle platforms zetten. Begin te vertellen hoeveel gronden je hebt. En wat je hebt gedaan in NPS. U zit voor uw voordeel daar. En dat hebben NPS'ers ook door. Ik heb toch 4 in mijn wetenschappelijk bureau. Weet u dat niet? U wil de namen, hè? U wil weten, hè? Weet u wat u moet doen? Schrijf een nette brief. Ja toch? Per heden. Papa. Bedank ik als voorzitter. Ik bedank als fractievoorzitter. Ik bedank als lid. Is toch een jaar. Geef de andere mensen die een kans die zich kunnen profileren. U moet niet denken. Je hebt koning en prinsessen gebracht naar de NPS. Ja toch? Ja, ik heb Diana Pocky gebracht, dus ik heb een ster gebracht. Mijn chocolade Mars. Ze kijken naar die voorzitter ook. Ze kijken naar het cultuur en denken van NPS ook. En NPS heeft kaders. NPS heeft heel goede kaders. Mijn coalitie onder uw leiding. Wat chocolade Mars. Want ik praat toch met die derde lijn. En die tweede lijn. Je houdt NPS'ers gewoon tegen. En als ze een beetje mondig zijn. Krijgen ze geen functie. Academisch geschoold. Want jullie zetten, je wil billen lekker zetten van jou. Je wil mensen zetten die eigenlijk alles eviteren dat go links, go rechts. Dus mina voorzitter van mijn partij. Dat Ramjilal, Motegi Ramjilal, of Motegi van Ingipchine, Sarju, of Motegi mevrouw Toli, of Motegi meneer Ravenberg, of Motegi Quincy, of Motegi Rose. Tak jere nou, dis jere, mina voorzitter, im arke, tenta, wisranane roko soere, voorzitter NPS, wisranane roko so, we going to bat, ma yo, rancuna, net aparo adi VIP'ers, rancuna, tot en met, ook bij de ABO. Zelfde. Weet je, ik was de eerste persoon die heeft gezegd, B, vicepresident. Ik werd direct gebeld. Ik pura san jongen, yo kira man. En dan mag B ook zijn negativiteit hebben. Maar het zou een heel andere kijk. Een heel andere geopolitiek. Niet iedereen is perfect. Meneer B is ook niet perfect. Maar hij zou zeker 80% beter hebben gedaan dan Ronnie Brunswijk. En ik heb het gezegd. Maar als je niet wil luisteren. En je VP wil worden, neem de kaslaag. Maar ja, we zijn VP geworden
voor family en friends. We zijn VP geworden om een paar van die chamars en die chaprahas te accommoderen. En dan moet je niet komen praten over halal politiek. Dan moet je niet praten over, ja, de voor... Hé, hey, hier nou. Meneer Ronnie Brunswijk, is dat niet toch? Im aksa ondrogrong. Im accident ogriboy. Smade my car montabos. De man sa sap me. Hebben jullie van Groenbasi gehoord? Lordstra. Heb mokar wat toen in? De mensen die zullen weten, geef je comments. Groenbasi. Lordstraat, Chapa, Tamenga, Hungry Lion, Toekomst, Gusta, Bagasse Brandtuur, met Kardening. Dus wanneer jullie springen, toch, no jumpo, mino fallen. Met gills of zo heen. Ik zit ook niet in bepaalde zaken. We spelen wel op plastic gangster. Mina rustig. Mina bobo. Hè? Mina bobo. Volgers. En hoe share? Hoe share een video of me die zie? Hoe sharing? President na China. President na China. Maar voordat ik naar China ga. En ik vraag jullie. Alle DNA leden. En tech ding. Alle ministers. Alle directeuren. Die politiek. Willen doen of doen. Die politiek misbruiken. Weet je wat jullie moeten doen? President, vice-president. Jullie hebben toch zoveel duizenden auto's en duizenden leefwachten. Want jullie zijn veilig. Maar geloof me. Al die ministers. Al die directeur. Weet je wat jullie moeten doen? Je moet gewoon... 4 dagen lang, dan moeten jullie gaan naar Ornamibo, veel startingplaats. Dan moeten jullie 4 dagen lang naar EHBO. En dan neem je een flesje water, of je wil whisky wil nemen, want jullie hebben het. En dan koop je steak. En dan koop je Kentucky, of dan bestel je een chow mein moxie, of een nasi moxie. En dan moet je zitten, vooral bij Ornamibo, laat me daar beginnen. Dengoluku, Desma, zij piki de doti. Imluku Desma, zij hossel de oru isri naar aluminium. Ik dacht aan de sma. De accident. Krijgen jullie bijstaan? Heb je ziektekostenkaart? De vrouw dat je half zwanger, 80% zwanger. Dan wil je zeggen, ja, is een keuze. Maar chocolade Mars. En de persoon daar. Een beetje ijzer, een beetje aluminium, wat spullen vindt om te verkopen. Dan moet je alleen maar kijken. In hem je antwoord legt president, vice en minister. Je kan alleen maar kijken. Dan moet je zo een gezondheidssituatie vragen. Want die moeder, die vader die daar werkt, zegt aan mij... Jongen, mijn babymelk, jongen, Nanko. Nanko, dat babymelk, mijn hosselaar.
nang kuno brede mo ko ba lo kuya ni sir istri si ifo takto ko lo mi dey bomba mo ko ba bita dat mi ko hasalara. That is the reality, that is the worry. Wanneer jullie minister spelen en directeur en op staatsmiddelen naar het buitenland gaan. Ghana, AZ-EHBO. Er is geen medicijn. Er zijn geen middelen. Er is geen plakkertjes. Er is dit niet. Ik bid om niet daar te zijn. Maar dat atinak je op om je abifko. Dus ik zie elke keer in een maand drie keer zie ik het. Maar zeker met een aantal lees naar EHBO. En zo lees me gewoon dolle koe net. Maar tegen de politiek imsap, zei imsa. En deze soort gasten, politieke gasten, waarop jullie zijn aan man en zijn aan om dan gaan jullie komen binnen. Gaan jullie voor ze stemmen? Ga naar Colombia? Ga naar Ghana? Ga naar... Want daar sturen ze mensen. Ik heb toch 3-4 gevallen. En dat moet ik wel eerlijk zijn, ja. Een aantal doktoren hebben me gezegd. We sturen mensen naar de vice-president. En de vice-president betaalt voor ze, ja. $5,000, $6,000, $8,000. Hij moest eigenlijk minister van sociale zaken worden. Dat is de ding van die man. En dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ze heeft mis aan mijn tak negatief. Heeft mij doorgaan aan mijn tak mijn probleem. Mijn ziekje. Mijn zaptak uit je mamon. Zo'n hart heeft hij. Maar hij is een sociaal werker. En hij moet sociaal zijn. Hij moet stoppen met politiek. Dat moet je hem wel geven, ja. En niet dat sensatie. We zijn meer op sensatie gericht. Ik heb het gezien. Ja, de vice-president vraagt geld aan een minister. Kijk, hij heeft geen geld. En dan wordt het een hype. De vice-president vraagt geld. Dat is normaal hoor. Vraag de vice-president. Toen hij geen president of geen vice-president was. Moet ik dat soort dingen ook gaan zetten? Is dat het niveau van jullie denken? Zet wat die man fout doet. Ga niet op sensatie. Wijs die man op zijn fouten. Maar we houden van sensatie. Ja, oké, de VP. Oké, look. Hij heeft geen geld. Ik heb dat dadelijk maar zijn niet over dat mijn karmi kis jong. En mijn karmi dat maar, ik heb geen verstaan. Dat geloof ik meneer Wit. We hebben echt domme mensen hoor. Ik denk, dat moet ik een groot gelijk geven hoor. Wat dolle is mij jong. Dat we ons daarmee bezig houden, want vice-president vraagt geld. We houden niet op. Om de waarheid te brengen. We houden niet op. Om het Surinaams volk op te voeden. Jereno, no trowe doti uit die wagi. No trowe doti tapa uku. No trowe doti heeft oei minder werk. En oei heeft niet zoveel geld uit te geven. Waarom komen jullie met zo'n campagne? Want we weten dat deze minister van oei geen moer doet. Die vorige VAP en minister van hem. Ganesh Kanhaino. Of kan hij Ganesh, no? Als je chat wat van hem. Kan hij wat ik... Van mij Ganesh. Kan hij. Zo, ja. Kan hij, ja. Dan was hij 100, 200, 300% beter. Dan deze minister die daar zit. Van OW. Die kan nog problemen oplossen. Eerlijk. En die peer, niet bij Bella Mato. En hier is een probleem op naar de toekomst weg. Nou, kusie me zetten maar aan machine die komt.
Zet hij niet op? Maar deze man is zo arrogant. Zo hoogdenkend. En dan is hij haram bezig hoor. Voor velen die dat niet weten. Die man is haram bezig tot en met. En doet hij met zijn baby. Ik ga melk drinken hoor. Ik ga witte melk. Volle melk. Heb ik vandaag gedronken hoor mensen. En ik heb een beetje kokorie gezet. Want ik ben gekweekt met kokorie. En ik heb nooit kokorie geproefd. Ik ga een beetje kokorie drinken. Want dan kusing heeft gezegd, kokorie is goed. Dan gaat mijn verstand werken. Dat soort ministers hebben we. En je mag ze niet bespreken. En zeg ja alle documenten. Dat hebben we actiedocumenten die die bepaalde project. Zullen dat ook bij minister LVV? Ja dan. We gaan naar China. We gaan naar China. Hippokip gaat ook mee. Delegatie tot topniveau. Minister. Ja, we gaan die DNA-lid meenemen hoor, van de VHP. Maar DNA-lid van de VHP heeft niet verteld toen hij daar eerder was, wat ze hem hebben gezegd. Maar die DNA-lid heeft niet verteld wat er is gebeurd toen hij daar was. De DNA-lid heeft niet verteld wat die Chinezen of hoe die Chinezen over hem denken. Maar we gaan naar China. En we gaan geld zoeken. En we gaan regelen treffen. Want die schuld is na zoveel miljard. Maar wat men vergeet. Wanneer je dacht dat je zoveel miljarden. Samen met die diaspora geld, no? Zoveel miljarden. Arre bab. Arre bhagwan. Omdat het naar der paisa hai. Diaspora. Die mensen die op me lijken. Ze gaan zoveel geld. Alleen maar schurken en boeven hebt u gebracht. SLM kwestie. Die pers. Die happy. Ga jullie maar stellen dan. Vul het maar aan. Nu dat diaspora. Jij noemt ze diaspora. Geen moer heeft betekend. Waar ben je Chinese ondernemers? Wat velen niet weten. Waar je Chinese ondernemers. Want je denkt je hebt een DNA lid van die Chinezen. Je moet dat niet zien. En ik krijg elke dag informatie. Kan ik niet zo raboeken. Maar goed. Niet alles is goed om te wezen. Wat komt? Dat is pas. Huh? Hippokip! Regering! Presco! Je wil geld lenen. Voor een brug. Begin de regering te vertellen wat de werkelijke bedrag is van een brug. Want China bouwt betere bruggen. Samen met die Nederlanders. Dat moet ik ook erbij zeggen. Ja toch. Koop Shichem. Ik was daar. I know what I'm talking about. Koop Shichem. Gaat lenen met ze. En je gaat vragen. Om een brug te financieren. Herschikking. En ik hoop dat die DNA-lieden luisteren. Want allemaal die daar zitten spelen Surinamers toch? Volgers? Zijn ze Surinamers toch? Of zijn ze allnationalisten? Laat me kijken wie een schrijver stuurt naar de Chinese regering. Want we hebben China ondersteund met wine. One China policy, Taiwan. We hebben China ondersteund
in een aantal zaken. Als Suriname. Wanneer wij politiek, geopolitiek, en we onze mensen zien die zich als anationalisten, ons land verkopen. Wij gaan alvast als Suriname een schrijver sturen via de ambassade naar Beijing. Zeg, we hebben als Surinamers je ondersteunt met One China Policy. Taiwan. Maar Fawaka, ondersteun je Wisseranang met Tigri. Deze regering wil niets horen. Want ze zijn Surinamers in hart en nieren. Na 25 mei, dan gaan jullie die weer gaan stemmen op hun. Ik weet het. Op OAI. Op hun. Op personen die jullie verkopen. Op personen die alles en alles doen voor hun eigen familie en vrienden. Die huizen kopen in het buitenland. En nationalist spelen. Ik kijk naar de oppositie met een grote mond. Ik kijk. We gaan naar verkiezing. Koet moet op brug komen. We hebben al zoveel schuld. We hebben al zoveel ellende. Er is een reis gemaakt naar China. En brandweer heeft geen benzine. De politie heeft geen benzine. En als ik zeg benzine. En dat is begi, dat is koto feno op ching. Olimoni. Ja toch? Dan ben ik tak over schoeisel. Ben ik tak over krosi. Ben ik tak over toe drie auto's op een station. De VP waarnemend president. En dat is dat met taki. Naar realiteit. Als de regering met al die handelaren ook vanuit Nederland zijn gegaan. Alleen van eigen gewin. Alleen maar family en friends. Dan heb je hippe kip. Die zo schaamteloos daar loopt. Met een gempie. Die ons land zo belachelijk maakt. Want daarom gaat het. Die ons land zo belachelijk maakt. How you can dress like that? Betty. Die ook in de top zit. Ik zal de naam niet noemen. Anders gaan ze weten. Betty zegt aan mij. Want WeChat kunnen ze niet hacken toch? Did you see how his wife react? How his wife is doing? Do Mr. Nankusi, does she know the protocol? Ze kan het zelfs niet begrijpen. En ze is in de top 8. En dat Betty dat niet begreep. Ik zeg. I think it's her culture. It's her culture. Ik zeg het in het Engels. Maar kan ook in het Mandarijns. Hè, president? Dat weet je toch? Kom nog. We maken ze ons zo belachelijk. De ene vroeg aan mij. Is China... Wat had Mr. Nankusi? Ik kom zoveel jaren naar China. Is China zo onveilig? Ik dacht, nou man, waarom zeg je dat? Omdat ik, we zien alle soort veiligheid, mensen die zich veiligheid noemen. Veiligheid 1, veiligheid 2, veiligheid 3, veiligheid 4. Ambassadeurs, ministers, mensen. Ik dacht, joh, laat ze hun dingen doen.
Maar de Chinezen zelf vinden die hele regering toch belachelijk. En tuurlijk is diplomatie in hun. Maar ik hoop dat de regering en de president en de president van China en de minister van China, de minister van Economische Zaken van China, moet ook gaan vertellen wat ze met die Chinese ondernemers hier doen. Moet ook gaan vertellen, want daar is doodstraf, hoe hoog corruptie is in Suriname. Hoe Chinese ondernemers om hun doelen te bereiken, om hun verblijf te krijgen, om dit te krijgen, om dat te krijgen, aan de regering en persoonlijke regering dollars moeten betalen. Dollars. En we zien dat heel veel bankrekeningen zijn open op stichtingen. Ik kom. Dus die corruptie. Nou, anders gaat hij zijn zaren, mensen. Terwijl je dat podium in Lombardi. Mi lobby uno, mi wani uno. Ja toch? Wanneer de Japanse broeders en zusters, ze zeggen, ja, je moet je bent Japan, je moet op me stemmen, want ik kom van de Japanen op, ik kom van de Maran op, ik kom van de Stadskriolen op, ik kom van de Unistanen op, ik kom van de Inheemse op, en niemand komt van die Douglas op. Niemand komt af van de echte Surinamers. Dit soort gasten. Uw lobby. Ja toch? Dit soort gasten. Hé, hey, mensen. Ik wil meer vertellen. Amore. Ik zou zeggen, blijf mij volgen. Blijf Wisterana page liken en volgen. Daar gaan de video's opgeloot worden van Wisterana. U zal zelf zien. We zijn bezig met onze programma. Voor iedereen een goede avond, goede morgen. Anders zie ik dat ze in de middaguren zitten. Ik zou zeggen, goedemiddag. Wat ik wil meegeven, mensen. En dat moeten jullie wel weten. If you don't want Suriname, if you don't want die hard Suriname, I love you kondre. Ja toch? U no throw it dot it up straat. If you love you kondre, no cost you Suriname ta passive one sango fault. If you love you love you kondre man. En ik weet dat soms emoties stijgen, ook bij mij. Maar wat zijn die solutie? Dat je mij schrikken dat mijn kies deze refi. Iemand vertelde, ik heb het opgezet. En ik denk dat ik Reinier continu, ja, hij heeft het voor me gestuurd. Zeg, ik moet een beetje meer gaan vertellen. Okay, om een racisme ding. Ik ben niet zo opgegroeid. Ik ben nog geboren Latourman. Maar ik ga een paar mensen vragen, maar als ik over mezelf zou vertellen, toch, meneer Continuo, op een milik baby, moeten zij vertellen hoe ik in elkaar zit. En als ik een racist ben, als ik geen racist ben. Ik ben opgegroeid met alle bevolkingsgroepen. Ik heb een goed leven daar. Ik heb een grote kenniskring daar. Ik heb burken daar, net, allemaal. We leven lekker als broeders en zusters. En toevallig, ik heb dat naar nostalgie, maar Halwasa in, ik kan me nog zo heugen. Mijn vader heeft bij Singer gewerkt, als salesman, samen met meneer Sibilo, hij was de eigenaar, denk ik, directeur. En Singer, en mijn vader verkocht Singer naaimachine. Ik verliede mijn lukoede in Karta. En misschien dat ik mensen nog 50 cent
en 1,25, 1,50 per maand betaalde. Hè? Zo'n leuke tijd hadden we nog. Onze geld had waarde. Het aantal mensen die zich politiek noemen zijn bezig constant land te vernietigen. En als je zo kijkt en toevallig Reinier, mensen van de buurt, mijn vader had de tv gebracht en iedereen van de buurt mag komen kijken. Het was als je maar Biggie Beren met de lampo. A tv deed er, hè? A tv deed er. En iedereen van de buurt, La Tour 2. We zijn La Tour 1 bekomen, maar we zijn ook La Tour 2. Kinderen bij Spang. We zijn daar zo opgegroeid, mensen. Mijn vader was nooit een racist. Mijn vader was een trange strana man. Strana oma. Ik zag dat, wie die meneer, dat hij ook thuis kwam bij hem. Idu, no? Idu, ook zo'n vechter op social media. Maar, ik zeg, als we Suriname gezamenlijk wil opbouwen met de mensen die een legacy willen achterlaten. Ja toch? Maar ik kom erop. Een volger heeft mij een link gestuurd. Hij zegt, meneer Nankusi, ik wil dat u dit voor mij op uw lijf moet draaien. Ik zie hem naar haar tjoetoe. Maar goed. U weet als de volgende vraag. Met doe ik. Ik zou zeggen. Iedereen. Blijf mijn video share. Like mijn page. Ook op mijn YouTube. Like en volg. En als er positieve comments zijn. En zo comments zijn. Waar ik ook eruit kan leren. En mezelf kan verbeteren. Want we not perfect and I'm not perfect. Thank you very much. En ik zou zeggen, als de natuur mij kracht geeft, ben ik volgende week zondag terug met tussens. Als dat me lukt. Ciao, ciao. En ik zou zeggen, Ulobus Revi. Ek din na har chute ek din na har chute da sakhiya ek din na har chute da sakhiya ek din na har chute Ik luister vanuit Tunesië, Newara. Ik dacht, oké. Strana van de Alassie van Tunesië. Rancharan. Hoi. Power up. Rancharan. Thank you, thank you, thank you. Ik ga zo meteen op de andere kant staan kijken. Maar dat is niet aan net. Hai, Strana. Hoe de Alassie is.
मिले सखिया दुल्हन।